Yo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van GIS. Mijn naam is Tim, aka Timmy. En vandaag ga ik Edit Tim nu weer uit beeld verdwijnen, terwijl ik jullie snel door laat kijken naar het geweldige spel GIS. Dus tot zo! Ah! Ah! How about fuck yes? Kunnen we... Hoe kunnen we erop dan? Oh ja, er is hier natuurlijk. Bling bling. Nee, de geluiden zijn ook zo lekker. Ik mis er een paar, oké. Okay. Dus kunnen we nu meer dingen doen dan of zo? Is dat de lol? Dat we deze power hebben. Nou, we kunnen gaan kijken. Laten we gewoon dezelfde routes nemen. Kijken wat er gebeurt. Deze plant ziet er dicht uit. Oké, okay, dat doet niet zoveel. Maar ik zie wel daarboven bijvoorbeeld. Die daar. Die plant daarboven. Ja. Hier zit er een. Ik wil wel zoveel mogelijk van die plantjes dan raken, weet je. Als ik het dan toch doe. Huppa. Dan zie ik hier eentje. Kunnen we daarbij? Net niet. Misschien moeten we dan eerst hier erop. We kunnen wel hier nu naartoe. Wat gebeurt er als ik het hier doe? Een waterval. Cool. Oh, dat water was er niet. Maar ik wil wel hier nog naartoe. Oké, okay, nou moeten we misschien toch naar beneden. Dat water was er eerst niet. Deze kunnen we bewegen, waarom is dat? Nou ja. Je moet hier niet naar beneden zo te zien. Dus ik moet gewoon vallen dan toch. Laten we het maar doen. Let's take a dive. Ja, kijk. Dan hebben we er nog één inderdaad. Maar we gaan gewoon door. Niet de bedoeling om daar naartoe te gaan, zou het zien. Oké. Dan moeten we hier naartoe. So nice! Nou, nu hebben we timing. Alles gaat verdwijnen zometeen. Alsjeblieft, spring erop. Oh my god. Dit gaat krap worden. Ik heb zoveel jumps gemist hier. Ja, precies. Oh my god. Oh, dit gaat pijn doen. Huppa, huppa. Nee! Oh. Dat was echt super sad. Gewoon omdat ik aan het fucken was in het begin. We hadden hem ook echt bijna. Bijna nog op het laatste momentje. Maar helaas. Hé, dat gebeurt. Dat doen we gewoon hier. Hoppa. Nu gaat het wel goed. Oh my. Als ik nu weer faal, hè. Kijken hoor, wat we allemaal kunnen vinden. Zo, die rode kleur komt er weer een beetje in. Ik moet af en toe een beetje drukken, een beetje testen wat voor opties we hebben. Is lekker. Volgens mij doet ze ook met de muziek de juiste tonen mee.
Waren we hier eerder al? Voor mijn gevoel zijn we hier niet eerder geweest. Hier zijn we weer wat planten. Ja, nice. Volgens mij is met de muziek mee zingen ze. Yeah, dit is nieuw. Nou, laten we hier staan dan. En hier erop. Ja, dat kan wel. Oké, ik ben het zeggen. Zo gaan we steeds meer dit ding unlocken. Huppa. Nu die helemaal rechts. Kunnen we dat halen? Net niet. Oké. Doen we zo. En dan weer zingen. Zullen we daarop landen? Dit is zo cool. Dit is een nice puzzel, actually. Super clever. En dan hier op het randje staan. Het ziet er niet naar uit dat als ze zingt dat het op het ritme is, per se. Maar het is wel sick nonetheless. Maar ze heeft gewoon standaard melodietjes die ze zingt. Maar die kloppen wel in de muziek. Dus dat is ook zeker gaaf. Dat is wel zo'n detail, weet je, waar je dan op kan letten. Maar zijn ze overboord gegaan of niet? Ah, oké. We vallen naar beneden. Waarschijnlijk de bedoeling. Wat? Ik ben blij dat die lampjes hier zitten. Anders zou het echt heel awkward zijn. Kijk die wolken dan. Die textures gewoon. Van soort van inktachtig. Maar je krijgt wel het gevoel dat het wolken zijn. Super nice. Ik kan mezelf niet laten, jongens. Als ik bloemetjes kan unlocken, moeten we dat doen, hè? Oh ja, hier er doorheen. Bam. Nog verder naar beneden natuurlijk. Daar zeggen wij geen nee tegen. Samen met de visjes mee. Onder water kan ik niet zingen. Oeh, jij hebt een grote vis. Big fish. Zijn we hier eerder geweest? Denk het niet, toch? Oh, shit. Ik denk dat ik daar kon zingen en dan ging die vogel klapte dan open. Misschien had hij iets voor ons gedaan dan. Gemist detailtje. Zijn we hier niet eerder geweest? Ik wil daar bovenop komen. Hoe kan ik daar bovenop komen? Want dat is een zangplekje. Ja, hier zijn we al geweest, dus dat is het niet. Daar kan het ook niet. Nou, misschien komen we het nog wel tegen. Huppa. Laten we naar rechts gaan. Oh, wacht hier. Volgens mij is dat de manier om hier weer opnieuw te komen. Maar we moeten sowieso nog naar rechts precies ditzelfde doen. Dus ik ga niet naar boven klimmen helemaal. Ik kan me niet voorstellen tenminste dat dat de bedoeling is. Wacht, moet ik hier erin? Misschien wel. Nee, nog niet. Dus hier moet nog water komen. Oké. Dit is nog doodlopend tenminste. Zo. Dikke rol. Nou. Laten we dan maar hier erin gaan. Net een bloemetje aan het einde haal ik niet. Weet je, als we toch bezig zijn, laten we er wat moois van maken. Oké. Wow. Oké. He is friend? Dit is wel een eng ding om eerlijk te zijn. Oh, je stopt ook gewoon. Kom maar, jongen. Verder. Ik moet hier zijn.
Kan ik jou controleren door links of rechts op je staan? Oh, kijk, there you go. Hij loopt met ons mee ook. Grappig. Oké, jongen, ik kom zo voor je terug. Ik ga hier omhoog. De muziek is ook heel rustig geworden. En bam, de lucht in. En wacht. Hoe gaan we dit doen? Wat moet ik hier doen? Oh, hier tussendoor. Never mind. Ja. Laten we dat nog een keer proberen. There you go. In de boom. Vallen. Doom. Deze kant nu op. Oh ja, natuurlijk. Oh, hier waren we net ook. In het midden. Cool. Ik heb het gevoel dat dit wel hele nieuwe areas zijn, laat maar zeggen. Ik denk dat we die kant op moeten. Oké, ja, we moeten hier omhoog dan. Oké. Ik had het gevoel dat ik een secret heb gemist daar. Maar ja. Oh, cool. Je kunt ook die bloemen wat meer licht geven. Wat is dit voor een ding? We brengen echt beesten tot leven. Oké, ready? Kom je ook naar beneden? Ik kan het zeggen. I need you down here, boy. En dan springen we. Nog grotere boy. The biggest of ribs. We moesten de andere kant op lopen. Oh, oké. Even hier springen dan. Dan weer hier omhoog. Fair enough. Beetje puzzeltje maken nog. Niet zomaar me naar rechts laten lopen. Daar moest ik uitkijken. Want daar kon ik in het... Laten we zeggen, in de andere lijnen springen. En dan was ik weer naar beneden gevallen. Sneaky game, sneaky. Maar ik had je door. Ik ben benieuwd wat voor beesten we nog meer gaan blij maken, I guess. Wakker zingen. Zoom. En daar gaan we weer. Oeh, we hebben ze allemaal. Ik zag het bolletje om me heen. Dus we kunnen weer de boom inklimmen. Cool. Heel slim level design voor mijn gevoel dit. Sowieso, impressive. We loopen terug op plekken, maar ze worden steeds mooier. Nice. En wat je vaak fout kan doen met level design, is dat bijvoorbeeld we door hetzelfde level lopen en dat we al tegenkomen wat we met de nieuwe kracht kunnen doen. Die bloemetjes waren mij niet opgevallen, maar het had zomaar kunnen zijn dat ze het level zo ontworpen hadden dat ik gewoon constant tegen muren aanliep en dat ik die kracht nog niet had, bijvoorbeeld. Hé, dit is nieuw. Groei je naar rechts eerst? Volgens mij niet. Wow. Waar de fuck zijn we nu? Ik weet niet of ik hier hoor te komen. Dat geluid is niet super fijn of zo. Hey. Het was een bonusje. Zo'n vermoeden had ik al. Wat zit hier rechts dan? Helemaal niks. Oké. Dan hadden we gewoon een bonus area gevonden. Nice. En omhoog. Weer terug. Kijk, als je eenmaal onder water zit, dan werkt dat dempen wel goed. Maar de in en uit had wat smoeder gekund. Heel veel mijn neus snuit hoor. Weet je, dat moet ook gebeuren.
Zeker hier bij mij, want ik ben altijd vrouwen, hè? Zo. Waar gaan we naartoe nu? Ik wil zo graag zingen voor deze zwanen. Kijk wat ze ermee doen. Nou, we gaan weer omhoog. En huppa. En nog een keer. Zo. Oh, gemist. Goed drukken. There we go. Maar kunnen we hier omhoog lopen? Dan komen we in een soort grote cirkel. Ik gok dat we moeten zingen. Let's go. Dat is best mooi. Mijn hoofd gaat automatisch mee. Komen we nu weer terug hier. Ah, dat is goed. Dat is goed. En nu gaan onze laatste dingen de lucht in. En kunnen we eindelijk de lucht in lopen, gok ik. Ik denk dat dit de big one is, jongens. De final episode. Is mijn gok. Maar ik weet niet hoe lang het spel normaal duurt. Dat ziet eruit als iets waar we naartoe kunnen rennen nu. Dus laten we maar gaan uitvogelen hoe we hier boven gaan komen. We moeten wel eerst die torens op, namelijk. Oh, we kunnen hier nu zingen natuurlijk. Bij deze plek hier kunnen we zingen nu. Ik deed even mee hoor. Oh, verkeerde. Hey, doe eens even iets flauw. En de lucht in. Kijk. Oh nee, komt dat zwarte rotding weer? Ik dacht dat dit een goed momentje was. Dat is geen goed momentje. Wat word je nu? Een draak? Nee, ga naar boven. Oh, ik ben het zelf. Big fucking surprise. Dit is fucking creepy, by the way. Oh. Spel. Nice. Goeie shit dit. Instantly, hè? We wisten al dat we met onszelf aan het struggelen waren. Tenminste, dat was mijn gok door de afgelopen afleveringen heen. Maar nu... is het nog obviouser, visueel. Onze vijand zijn wij zelf. En we zijn zelf sad en we zijn het aan het oplossen. Tenminste, we zijn door de journey heen daar beter aan het worden. Onszelf aan het ontdekken wat we kunnen, wie we zijn. Dat is mijn gok nu tenminste. Misschien zoek ik er te veel achter, maar... als dat het is, super nice. Is dit weer een standbeeld dat gebroken is? Gaan we dit standbeeld repareren hier? Ik kan niks doen, behalve een beetje zwemmen. En snotteren. Kijk dan, daar zijn we weer. Oh. Ja, het is sowieso messed up onszelf. Hoe ze dit uitgebeeld hebben, hoe ze dit verhaal vertellen, is zo clever, zo leuk. Oeh, dat is weer heel donker. Zullen we daar gewoon niet naartoe zwemmen? Ik ga ietsje meer naar rechts hoor. Hé, hey, we zijn weer bij die vlindertjes. Waar zijn we, joh? We zwemmen in de drap. Hier ligt een tombe van een meisje. Zijn wij dat zelf weer? I have no clue, man. Ik ga sowieso na deze game even googlen wat nou de onderliggende gedachte is achter het spel. Ik denk dat mijn gokje redelijk in de buurt zit, hoor. Maar je weet maar nooit. Misschien is het wel een heel ander verhaal en interpreteer ik het helemaal anders. Vaak met kunst zitten mensen zo van... hey, het is... wat het voor jou betekent, dat betekent het. Dat is alleen maar mooi.
Dus dat kan. Oef, dit is wel heel licht. Ik moet even naar links kijken hier. Hoppa, zo. Dus we klimmen nu op ons standbeeld naar boven, het licht in. Geen idee waarom, waar we naartoe gaan. Maar wel een lekker parcoursje. Is dat een laatste handje? Volgens mij gaan we een kleurtje unlocken, jongens. Boep. Hallo? Hallo? Oh, zingen. Wauw, nice. Boeit er niks. Ze gaat gewoon zingen. We gaan eindelijk shit fixen. Did it, boys. Nu nog een traan uit haar oog. Ja, dat was wel voorspelbaar, maar mooi. Nice. Sick. Super sick. Wat ik me afvraag is, is die meid haarzelf of is het like, iemand anders, een vriendin? Ik ben benieuwd of ik het goed geïnterpreteerd heb, laat maar zeggen. Ik denk dat het om haarzelf ging, nou maar zeggen. Thanks, mevrouw. Nou, we hebben onszelf gerepareerd. En nu gaan we eindelijk de hemels in. De hemel? Meerdere hemels. De hemel in. Super sick. Zingen is ook mooi geworden. Nice. Gewoon even genieten van dit momentje, weet je. Hier hebben we naartoe gewerkt voor de afgelopen paar afleveringen. Het is een kort spelletje, maar ja, met zulke visuals had ik niet anders verwacht. Ik zing af en toe even terug, hoor. Ik ben heel blij dat ik dit spel gespeeld heb voor jullie, maar ook voor mezelf. Veel coole dingen geleerd ook qua game design. Coole trucjes zijn toegepast. Visueel, storytelling is super sterk. Ik ben heel benieuwd waar dit nu naartoe gaat. Ik vond op zich met die meid nu al wel een goede climax. Maar misschien blijven we nu gewoon voor eeuwig de hemel inlopen. Wie weet. Ik heb geen idee. Ik zou niet weten hoe je dit nu nog eindigt. Behalve met een titelscherm of zo. Met de credits. Dat zou kunnen. There you go. Ja. Yeah. Dat voelde als een einde. Wat een game, jongens. Holy damn. Wat een game. Super cool, visueel. Gameplay was ook gewoon goed aan het einde.
puzzels waren interessant. Er was genoeg afwisseling. Er is niet zoveel over te klagen. Helemaal bijna niks eigenlijk. Nou, de paar dingen die ik genoemd had. Nou, dat geluid in water. Dat hadden ze net wat beter kunnen doen. Maar voor de rest echt... Wat een piece of art. Ik zou zeggen, koop het zelf nog. Ervaar het met het geluid helemaal perfect. Niet mijn stem daaroverheen. Het is nog steeds waard. Probeer al die dingen te vinden. We hebben veel van het spel nog niet gezien namelijk. Van de wereld. Door die geheimen die er zijn. Dus ik denk dat het nog steeds waard is. Speel met een vriend. Die denkt van, hey, games zijn stom. Laat dit zien en laat zien, holy shit, games kunnen super, super mooi zijn en interessant. Nice, best groot team ook nog. Had ik niet verwacht. Nou ja, eigenlijk wel met zo'n game. Maar het is een kort spelletje, dus... Ik kan een mid-size team verwachten ongeveer. Like 30 man of zo. En dat ziet er wel ongeveer naar uit. Denk ik, als hij niet heel veel langer doorgaat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik wil graag nog meer van dit soort games gewoon highlighten op dit kanaal. Al is het naar een paar honderd man. Als een paar honderd man meer weten dat dit spel bestaat, is het dat waard geweest. Dus daarvoor doe ik dit. Een soort van dit soort indie gamepjes opzoeken. Soms zitten er van die gems tussen, zoals dit. En die kun je hier vinden op dit kanaal. Ik hoop er veel meer naar jullie te brengen. Lekker muziekje ook. Nice. En dan zijn we al door de credits heen. Zo goed is dit spel. De credits hebben we gewoon doorgekeken. Tenminste, ik zeg het wel, maar dat blijft rollen. Wat als laatste nog van jullie wil vragen is... Druk alsjeblieft op dat notificatiebelletje. Want dit soort afleveringen... doen het niet goed in het algoritme. Verreweg van. De enige manier hoe we dit soort games en series mogelijk kunnen belonen... is door te zorgen dat we ze bekijken zodra ze uitkomen. Zodat YouTube denkt, oké, dit is het waard, dit is interessant. Ik had er like een super high-paced edit van kunnen maken van dit spel. Maar dat was echt zonde geweest. Dus daar ben ik niet voor gegaan. Maar ik denk dat daardoor ook de serie wat minder goed bekeken wordt. Maar ja, dat is het waard. Dat zijn dingen waar ik dus over nadenk als ik zo'n serietje maak. Dus dat notificatiebelletje is ongelooflijk belangrijk. En ik zou het waarderen als je dat hele spel toch gekeken hebt samen met mij nu. Als je hier nog in de credits met mij zit, druk op dat belletje. Laat een likeje achter. Deel het met je vrienden. En start gaming, guys. Like, dit is sick. Dit is waarvoor games, laat maar zeggen... er zijn. Om ons echt in een wereld, een unieke wereld, artstijl, muziek te trekken. Wat een game. I'm hyped. Ik ga op deze game designers, artists letten, kijken wat ze nog meer doen. En als ze nog een nieuwe game bouwen, dan laat ik het jullie weten. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het spelen, wordt hier gezegd inderdaad. Adios, ja. Laters.